Amber Tysiak, 21 jaar, OHL Leuven, centrale verdediger. Ja, eigenlijk op een 7-jarige leeftijd. Ik heb er voorjaars geturnd. Maar ja, dat was niet zo mijn ding eigenlijk. En uiteindelijk ben ik gaan voetballen in een ploegje bij ons in de buurt in Helchteren, waar ik ook woon. En dat is eigenlijk Helson. En ja, ik ben eigenlijk door mijn broer beginnen voetballen, omdat hij daar eerst speelde. En zo ben ik hem altijd gevolgd eigenlijk. Ja, met de jongens. Tot 16 jaar eigenlijk heb ik bij de jongens gevoetbald. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik denk ook als meisje, ja, je moet je meer weren. Je wordt daar sterker van, denk ik. Het gaat ook sneller, vind ik. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel positief dat ik nog bij de jongens heb gevoetbald, omdat ik daar eigenlijk sterker ben geworden. Ja, mijn ploegmaat is eigenlijk heel positief altijd. Ik voelde me altijd echt welkom. Ik was soms ook kapitein zelfs. Dus wel chic dat ik dat mag tussen jongens. Maar ik moet wel zeggen, zo de tegenstander, ja, die keek al zo soms en die zei zo, ah, een meisje. Maar mijn ploeggenoten waren altijd aan het lachen van, ja, we zullen subiet wel zien wat dat meisje doet eigenlijk. Dus ja, het was wel altijd leuk. Ik vond het leuk als ze mij onderschatten eigenlijk. Want dan kon je altijd wel, dan zag je een gezicht zoals ik voetbalde eigenlijk van, ah, die kan echt voetballen. Zwitserland, ja. Toen zat ik eigenlijk nog in de tribune en dat gaf me ergens wel zo meer, van ik wil daar ook staan of ik wil ook meedoen. En dat gaf me wel eigenlijk, ja, een boost. Ja. Dat was eigenlijk een superleuke match om, voor mijn eerste selectie eigenlijk. Want ja, dat was dan ook nog, ja, we waren gekwalificeerd voor DK. Dus ja, dat was extra leuk eigenlijk om daar, dat te mogen meemaken. Oh, die mijn mentor is. Die dus eigenlijk mij een beetje op sleeptouw neemt. Maar er zijn er al een paar, uiteindelijk. Maar ik denk nu misschien omdat ik daarnaast sta, ja, Julie Biesmans. Ik heb daar wel echt veel aan, ook op de training. Maar ja, dat is ook die staat ook naast mij, dus daarom misschien. Ja, Leni, ook al is het, ook naast het veld vooral. Omdat ook onze kapitein is in Leuven, is dat extra leuk om met haar hier te zijn, want dat is één brok ervaring eigenlijk. En zo'n Hanna, ja, Sari nu Zenia, ik heb daar eigenlijk wel veel aan. Al is het maar voor de match even die vertrouwde woorden van Leni, dat is altijd wel leuk. Ja. Maar uiteindelijk werkt je voor iets en nu komt uiteindelijk een beetje de beloning. En dat smaakt alleen maar naar meer. En daarom, voetbal heeft wel een heel belangrijke plaats in mijn leven. Ja.